Helene Hendricks, de populaire persoonlijkheid in Nederland, weet haar privéleven doorgaans buiten de schijnwerpers te houden, en dat is haar goed recht. Toch blijven mensen nieuwsgierig naar haar persoonlijke leven, wat tot allerlei geruchten heeft geleid, zoals speculaties over haar mogelijke voorkeur voor vrouwen en het ontbreken van een man in haar leven. Ondanks haar terughoudendheid is wel bekend dat er wel degelijk een man in haar leven is en dat ze al geruime tijd een geregistreerd partnerschap heeft. Verdere details over haar relatiestatus blijven echter privé, mede doordat haar partner geen behoefte heeft aan publieke aandacht, iets wat Helene respecteert. Er zijn sterke vermoedens dat de presentatrice binnenkort in het huwelijksbootje zal stappen en dat ze ook overweegt om een gezin te stichten. Op 43-jarige leeftijd is het voor haar wellicht het juiste moment om aan kinderen te beginnen. Hoewel dit een persoonlijke beslissing is, zijn er veel vrouwen die haar zijn voorgegaan in het nemen van deze stap. Of er binnenkort daadwerkelijk een huwelijk plaatsvindt, blijft vooralsnog onduidelijk. Helene Hendricks houdt haar privéleven graag discreet, en het lijkt onwaarschijnlijk dat deze informatie binnenkort openbaar wordt gemaakt.